Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. Dit keer gaat het specifiek over de Prusa i3 MK3 en over iets wat mij een half jaar geleden overkomen is, maar waar ik van de week een video over gezien heb en wat ik u toch niet wil onthouden. Voor iemand die een Prusa i3 MK3 heeft en die bijvoorbeeld op de Facebookgroep zit van de Prusa i3 MK3, die zal dit plaatje wat we hier in beeld zien herkennen. Dit is namelijk een plaatje wat regelmatig voorbij komt en dan niet specifiek dit plaatje, maar wel zeg maar dat mensen een verstopping hebben met hun filament en dat als ze dan dat filament eindelijk eruit krijgen, want die verstopping die vindt niet in de nozzle plaats, maar die vindt daarboven plaats, dan is datgene wat ze eruit trekken, dat ziet eruit zoals u dat hier ziet. Om te beginnen ziet u die ribbels in dat filament. Dat zijn de Bontech gears. Die als het ware zich in het filament graven. Omdat het filament niet naar beneden uit de nozzle gedrukt wordt. Maar wat belangrijker is, dat is die blob onderaan. Dat is een soortement van een extra blobje filament. Maar hoe komt dat nou? Een half jaar geleden overkwam mij dit ook. En in een week of twee tijd, enige malen achter elkaar. En dat begon me natuurlijk te irriteren. En toen heb ik een post gedaan op het forum van Prusa zelf. Daar kwamen een heleboel reacties op. En ik moet eerlijk zeggen, daar zat niet heel veel bij wat echt hout sneed. Alleen uiteindelijk wel de oplossing die benodigd was. En dat waren eigenlijk twee dingen waarvan natuurlijk maar één de echte oplossing is, maar de andere wel degelijk ook een rol speelt. En dat is nou net datgene wat ik van de week in een video terug heb gezien. Een video van Joel Telling, oftewel de 3D printing nerd. Wat er aan de hand was, was het volgende. Ik kreeg een signaaltje van iemand die zei van je moet een speciaal kraagje bovenaan je PTFE-tube hebben. Daar kom ik zo op terug, dat laat ik zo meteen zien. Maar het tweede was dat iemand zei, en ik kon dat eigenlijk niet geloven toen ik dat las, dat de heatbreak van een Prusa i3 MK3 niet hetzelfde was als de heatbreak van een originele E3D V6 hotend. En in die Prusa zit dus een E3D V6 hotend. En ik dacht, hoe kan dat nou? Ik had daar gelezen, hij had niet helemaal gelijk, degene die dat schreef, dat blijkt achteraf. Maar hij had geschreven dat de diameter van het boorgat wat in die heatbreak zat, er zit namelijk een gat doorheen waar dat filament doorheen komt, dat is een boorgat. En dat dat boorgat een andere maat had dan bij de gebruikelijke heatbreak van de E3D V6. Nou, en dat gaan we even zien in deze video. Want in die video van de 3D printing nerd Joel Telling, daar ging het niet zozeer over dit probleem. Het ging over een filamentsoort genaamd HTPLA van Protopasta, wat niet met de juiste temperatuur geprint kon worden. En er was ook iemand van Protopasta bij. En die iemand die zei dat zij hadden uitgevonden, nou dat is dus niet helemaal waar, want dat signaal heb ik een half jaar geleden op dat forum al gekregen, dat dus de heatbreak van de Prusa er anders uitziet dan de originele heatbreak van een V6. Nou, laten we eens even een plaatje erbij gaan halen met hoe zo'n hotend er eigenlijk uitziet. Zo ziet zo'n hotend eruit. We zien onderin, hier zo, bij dat bruine hier, daar zien we de nozzle zitten. Tegen de nozzle aan zit de heatbreak. Het is dus een metalen buisje waar dus een boorgat doorheen zit. En dat zie je hier als het ware, dat rode, dat is het filament wat er doorheen loopt. Dan zit er bovenaan een open ruimte en daar komt de PTFE-tube in te zitten. Dat is dat plastic buisje waar dat filament doorheen loopt. Helemaal boven, en daaromheen over is dat zilverkleurige hierboven, dat noemen ze de heat sink. Dit grote blok hieronder, de heat blok. En dan hebben we bovenaan hebben we een soort van zwarte ring zitten. En die moet die PTFE-tube in op zijn plek houden. En dat was oorspronkelijk het probleem wat zich bij mij plaatsdeed. Die zwarte ring hierboven, je doet dus die PTFE-tube erin. Die druk je helemaal vast op die heatbreak die je hier ziet. En dan moet je dat zwarte ringetje naar beneden drukken. En dat moet dan voorkomen dat die PTFE-tube weer naar boven schuift. Want je moet bedenken,
bij 3D-printen, dat filament dat gaat als het ware op en neer. Dat noemen ze die retraction, dus iedere keer dat terugtrekken van het filament. Nou, je kunt je voorstellen dat als die PTFE-tube niet gezekerd zou zijn door zo'n ring, dan gaat die PTFE-tube dus verschuiven. En dan ontstaat hier een ruimte tussen de plek waar die PTFE-tube in die heatbreak zit en die heatbreak zelf. Het gekke was, tot die Prusa I3 MK3 bed is geleverd zoals het er hier uitziet, met één klein verschil, daar kom ik zo op terug, dat is die diameter van dat boorgat. Maar dat zat er dus zo uit zoals het hier zat. En wat ik opmerkte bij mijn printer toen ik die hotend uit elkaar had, toen ik die verstoppingen had, was dat die zwarte ring, die drukte ik wel naar beneden, maar die hield uiteindelijk toch die PTFE-tube niet op zijn plek. Wat er dus gebeurde bij mij was dat die PTFE-tube omhoog kwam, waardoor er een open ruimte hier ontstond. En die open ruimte, die zorgde ervoor dat als zeg maar die verstopping plaatsvond, dat die verstopping er dan zo uit kwam te zien. Want die blok daar onderin, dat was dus die open ruimte onder die PTFE-tube. Oké, dat wetende. En ik ook gelezen had dat hier eigenlijk nog een kraagje op hoorde. Hier hoorde een ringetje op. En dus daar ben ik naar op zoek gegaan. En dat ringetje vond ik natuurlijk bij E3D zelf. Ik ga dat even, dat stukje laten zien. Ik kom zo terug op dat plaatje van die heatbreak. Maar hier zien we dus de heat sink met dat zwarte ringetje, zeg maar. Die dus eigenlijk die PTFE-tube op zijn plek moet houden. En hieronder zien we, dan zit die PTFE-tube erin. Dan is dat zwarte ringetje naar beneden geschoven. En dan hoort dus dat blauwe dingetje. En die zat er niet bij, bij die I3 MK3. En ik heb er meer mensen van gehoord waarbij die er niet bij zat. Dat blauwe ringetje, dat noemen ze dus een kraak, een collet. En die collet, dat ding dat kost maar 1 euro. Ik heb hem gekocht hier bij E3D zelf. Die kan je daar dan overheen schuiven. En die voorkomt dat die PTFE-tube omhoog kan komen. Dus mijn probleem werd in feite opgelost door het plaatsen van die blauwe ring. Alleen, waarom dan toch deze video naar aanleiding van die video van Joel Telling? Hier hebben we een schematische tekening van die heatbreak. En dit is een originele heatbreak. En we zien bovenin die wat bredere ruimte die we hier zien, die 4,2 mm. Dat is wat we net op dat andere plaatje zagen. Even terug naar dat andere plaatje. Dit hier waar die PTFE-tube in die heatbreak komt. Ja, dat is wat je daar ziet. Daaronder zien we dan die buis en die heeft een diameter van 2 mm en die gaat daar helemaal doorheen. En komt dan uiteindelijk in de nozzel terecht. Weer even terug naar het andere plaatje. Dan zien we dat die heatbreak namelijk vastzit tegen die nozzel aan. En dit is de juiste werkwijze bij een normale E3D V6 hotend. Wat is nou het geval? En daar was dan zogenaamd die meneer van Protopasta achtergekomen. Nou, dit wist ik dus al, want dit stond op het forum van Prusa al vorig jaar. Alleen had degene die me dat schreef niet helemaal gelijk. Want die zei dat die hele diameter groter was. Dus die hele pijp hier groter dan dat die hier is. Dus 2,2 mm namelijk. Dat blijkt niet helemaal waar te zijn. Hij blijkt een heel eind door te lopen op 2 mm... Hij begint bij 2,2, dus het is 4,2. Dan krijgen we een stuk van 2,2 mm. En dan in één keer gaat hij terug naar 2 mm. Dus er zit een verdunning in, een versmalling. De reden waarom dit klaarblijkelijk gebeurd is, die versmalling, dat is omdat Prusa deze heatbreak gebruikt voor zijn MMU-upgrade, zijn multimaterial-upgrade. En bij die multimaterial-upgrade wordt er dus tijdens het printen steeds van filamentkleur of filamentsoort gewisseld. En dat betekent dat je dan dus dat filament moet terugtrekken. En net die 0,2 mm schijnt net voldoende ruimte te geven om dat soepel te laten lopen. Maar nou hebben ze dus die MK3 uitgerust met die heatbreak, waarbij dus eigenlijk de MMU is voorbereid. Terwijl natuurlijk veel MK3 gebruikers helemaal die MMU niet gebruiken. En je kan je voorstellen dat als zeg maar het boorgat 2,2 mm is hierboven en dat op een gegeven moment naar 2 mm gaat, het is natuurlijk maar een heel klein beetje, maar je krijgt een soort van meer druk op dat filament wat je door dat gat heen gaat pressen. En dat betekent automatisch dat ook daar een mogelijkheid bestaat dat een verstopping doorkomt. Dus verstoppingen
die niet in de nozzle zelf plaatsvinden. Maar boven die nozzle van de i3 MK3 kunnen dus eigenlijk twee hoofdredenen hebben. De ene reden is dus die blauwe kraag die er niet op zit, waardoor die PTFE-tube naar boven komt, waardoor je die blob onderaan dat filament krijgt. En die tweede is omdat die heatbreak dus als het ware een verenging heeft. Die gaat van 2,2 mm naar 2 mm zo ongeveer, ergens op de helft van dat boorgat. Nou heb ik geluk gehad, want toen ik een half jaar geleden dit kreeg, toen heb ik deze twee postjes, die van dat kraagje en die van die heatbreak, heb ik ter harte genomen. Dus ik heb dat kraagje besteld en ik heb gelijk ook een heatbreak besteld bij Swiss Steel. En dat is een gecoated heatbreak, dus niet met een PTFE-tube erin, maar hij is gecoat. En die heb ik gelijk geplaatst. En het verklaart een beetje waarom mijn 3D-printer, mijn i3 MK3, sinds een half jaar eigenlijk als een zonnetje print. Ik heb één keer een verstopping gehad na die tijd, maar dat was echt in de nozzle. Nou, ik wil het verhaal vertel ik eigenlijk om één simpele reden. Mocht je last krijgen van verstoppingen van je filament die zich niet in de nozzle plaatsvinden, maar daarboven, dan zal één van deze twee redenen zal dus de zaak zijn. Een heatbreak bestellen kost ongeveer €15. Oftewel een originele E3D. En ik zou dan gewoon echt bij E3D de echte V6 heatbreak bestellen. Dus niet diegene met die verenging erin. Uitzondering natuurlijk wanneer je van plan bent die MMU2 aan te schaffen. Die op dit moment als upgrade beschikbaar is. Dat is die multi-material upgrade. Maar in elk geval zou ik je op dat moment willen adviseren even goed te kijken of dat blauwe kraagje, die blue collet, op jouw PTFE-tube bovenaan de heatsink zit. Want als die er niet op zit, en dat is dus dat plaatje waar we nog even naartoe gaan, hier onderin, deze hier, ja, als die er niet op zit, dan kan dat wel eens de oorzaak zijn waarom jouw PTFE-tube naar boven komt en jij onder die PTFE-tube ruimte krijgt, waardoor zeg maar die blob aan de onderzijde van dat filament komt te zitten en dus de oorzaak voor het vervelende verhaal wat we hier zien. Doe daar je voordeel mee. Er komen hopelijk van het weekend nog wat meer video's. Maar dit is een klein verhaal wat ik je niet wou onthouden. Naar aanleiding van een video van 3D Printing Nerd. Nou, tot de volgende keer. Daag!